Vandaag is de allerlaatste aflevering van de absolute tv-hype van 2018, De Luizenmoeder. En daarin zien we alle hoogtepunten en bloopers, zoals deze. Hanna, als jij er een reek... Goed, Hanna, als jij er een reek... 1, 2, komt-ie. Goed, Hanna, als jij er een rectificatiemailtje uit wil doen naar de ouders, dat we... Ja. Goed, Hanna, als jij er een rectificatiemailtje uit wil doen naar de ouders, dan... Goed, Hanna, als jij er een rectificatiemailtje uit wil doen naar de ouders, en met daarin... Dat we geen clowns. Hoort niet uit te rekenen. Oh, jongens, overal zweet. Jullie weten echt niet hoe dit voelt. Goed, Hanna, als jij er een mailtje uit wil doen naar de ouders, dat we geen clowns op het zomerfeest. Oh, sorry, ik ga auto. Ja, ik ook. Het is mijn lach en ik stop niet meer. Nou, dat wordt lachen aanstaande zondag. Iemand die niet lachte, dat was, tenminste, dat valt mij op als ik het filmpje zie, ja. Henry van Loon. Laten we nog even kijken. Moet je kijken op Henry. Zie je wel? Ja, nee, hij kijkt serieus. Nee, die heeft geen hij zin om mee te lachen. Grappig. Nee. Maar nee. Misschien was hij nog heel druk. Moest hij iets doen dat hij schiet. Dus ja, het zou kunnen. Het kan ook wel even mee te maken hebben dat... we hebben het hier over twee geliefden. Jennifer en Henry, die waren natuurlijk met elkaar. Ja. Vorig jaar zomer hebben die opname plaatsgevonden. En in maart vorig jaar zijn ze uit elkaar gegaan. Oeh. Hij heeft in een interview gezegd van het was niet mijn keuze om uit elkaar te gaan, maar je neemt je verlies en je gaat weer verder. Totdat je wordt geconfronteerd samen op een filmset. Ja. En dan worden er weer wonden opengekrapt. Dat zei hij. En misschien gebeurt dat hier ook bij. Want ja, kijk, ik bedoel, het is nogal wat om met je ex, waar je eigenlijk net van af bent, om dan inderdaad allemaal dat soort scènes te spelen. En er heeft zelfs, dat heb ik vorige week nog gezien, een soort liefdescène. Tenminste, hij had een verleidingsscène van hem. Ja, ze zijn in het flirten. Ze waren aan het flirten met elkaar. Dus dat is nog wel een dingetje natuurlijk. Ja. Nou, ik kijk er wel naar uit, hoor. Ik vind het jammer dat het afgelopen is, maar er is goede hoop. Want, volgens mij komt er een tweede seizoen. Er is inspiratie genoeg voor een tweede seizoen. Zeker weten. Nou, hij lacht niet, maar wij lachen zeker. Wel. Dank je.